morgen allemaal. Ik sta op het punt om mezelf te gaan wassen en aankleden. We hebben lekker al de boel glad geruimd. Aad gaat zo voor me stofzuigen. We gaan de honden nog eventjes uitlaten. En dan gaan we met z'n allen naar René en Marie. Jolanda gaat mee. Alex, Sonja. Dus dan gaan we daar gezellig naartoe. En we nemen jullie gezellig mee. Hele fijne dag. Waar gaan we naartoe? Mama ging mee in naar zwemmen, naar Kigo. Echt waar? Ja. Waar wonen die dan? Nou, die gaat morgen zo een kus geven. Ja, echt waar? Ja, die is echt liefdevol voor zo kus geven. Oh. En zo knuffel met grote woorden. Oh. Ja, dat is ook leuk. Nou, ik hier nog lekker vast. Nee, we gaan geen duur meer langer dan. Ja, dan moet je weer wachten. Ja, ja, en je moet zo druk dat je een maand moet wachten nou. Dus ja, dus dan moet je ook weer extra lessen natuurlijk allemaal gaan nemen. Dus dat is wel wat hoor. Een beetje. Ja, dan zeker met kinders, oppas regelen. Ja. Ben je tegen een kus, hè? Allemaal verschillende tijden. Dan moet je dezelfde tijden lessen. Ga maar rusten. Zo ja. Uren stond dingen zo allemaal zijn. Ja. Nee, dat kan wel. Het is van de week tegen mij. Gebeuren. Lekker hoor! Mmm! Een roze? Een roze soepje? Slee! 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 Ik moet jou plagen, hè? Wil jij ook zo lekker? Ja, op het moment niet. Op twee? Lust je niet wel? Twee hoor. Ja, wel, dat is ook een verrassing. Dat zijn de apenkoppen. Alex wil ook graag een hang. Hij heeft al. Maar die wil hij graag in dezelfde tonen als René. Dus ze gaan nu een beetje kijken. Oh, maar je moet ze online bestellen, maar ze staan allemaal online. Dus je moet hem online bestellen. Ja, of dan moet de deze, ik kan nu niet lezen, maar de deze even aantekenen aan het horen wat kantoren dat is. Zijn niet deze hand, dat zijn andere soort van. Oh, oké. Maar die moet je dan eerst uit. Maar dat is een majeur. Maar er is ja, een eentje die heeft al zijn hand. Daarom dat ik zeg van is een deel, is een deel majeur. En dan kan jij deze kiezen. Ja, en als ze mee nu speelt, spelen ze die handen bij af. Ja. Ik ga dat volgen. Deze klopt wel. Ja. Maar er zijn drie tonen. Maar er, was er zijn drie tonen die. Echt een drum. Dit is een maatje. Deze proberen ze te kopen. Die had je wel net, die toen. Nee. Toen. Toen die. Toen. Die aan die kant. Nee, hoe moet jij er tegenaan? Nee, daar staat je net. Die. Die wordt deze. Ja. Die ja, speelt hij net ook. Overal een dekje en een hoofd. Welke was dat? Nee. Tik hem op dus. Dat doen ze echt mooi. Is dat op jullie doos? Ja. Hoge. Ja. Ja, ze moeten hem weer uitspijten. Dus zijn hier gaat hij naar deze mini. En daar gaat hij naar de marge. Ja, en een andere schijf, dus je hebt dit de D. En als je dan een G bijvoorbeeld of zoiets hebben, dan komt die niet. Ja, daarom, maar in een octaaf lager. Ik heb een weg, een van, ja, dat wel. Ik heb wel bepaalde. En dat maakt niet uit. Die kan tussendoor. Als één en de basis speelt, kan iemand anders die andere. Maar de één persoonsgaande. Omdat die daar ook in zitten, hebben die andere tonen. Dus als eentje in de basis en die tonen blijft. Zo, we gaan lekker eten. Lukt het allemaal? Ja hoor. Ik heb twee van die schalen hoor, dus je kan... Het gaat helemaal lukken. Alex is een hang aan het bestellen. Alex, wil je op zo'n lager zitten? Ja, heel makkelijk. Ja. Voor mij is dat niet zo. Ja, dat heb je wel gedaan. Ik heb het bij Aad al gedaan. Die kan je ook in de soep doen, nee. Als je dat lekker vindt. Van dat smeer. Of yoghurt. Ja, Ella. Ja, daar was de kruidsimon. Oh, sorry. Ja, natuurlijk mag. Als dat
zal ik ze nog eentje in doen. Ga maar even. 7 de 21 dagen voordat het verscheept wordt. Ja, dan duurt een week om hem voordat ze gingen verschepen. Dus ik denk een maand, maximum. Ja, zo is het geworden. Dat denk ik. Ik denk dat het snel, we moeten een snelle boot hebben. Een prachtige mooie bos zonnebloemen. Ja, we gaan even proberen, hier zit honing in het potje. Daar gaan we water op doen. En dan ga ik hem roeren. En als het echte honing is, neemt hij de structuur aan van de honingraten. Het is een genetisch geheugen van de honing zelf, wat dat bepaalt. Heb je nu nep honing, dan gebeurt dat niet. Dus je doet er gewoon water bij? Ga er gewoon een beetje water bij doen. Dan ga ik hem even roeren. Ook met honing. Nou, het proefje dat lukt goed. Oh, het is zo. Kijk, ik krijg echt die hexagrams, of noemen ze die? Die driehoekjes die je ook in de raad hebt. Ja, klopt. Zie je het? Ja. Is dat leuk dan? Bizar, hè? Dat is het... Het geheugen? Genetisch geheugen van de honing. Ja. Zie je, hij gaat steeds meer in die vorm. Ja. Dat is toch raar, hè? Ja. Zie je? Ja. Krijg echt die hexagrammen. Ja. Ik zou van alles verwachten, maar dat niet. Hij doet. Ja, heel leuk. Ja. Zie je? Goed zo. Zo'n een heerlijke druiven hangen hier, zeg. Wauw. En hoe heet het gerecht? Volgens mij heet het shashuka. Shashuka. Ja, shashuka. Oké. Lekker naam, hè? Ja. We kennen maar het wel leuk. Amen. 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 Ik ga even aan het werken. Eet smakelijk. We gaan er weer vandoor. Hè, Ellen, ga je ook mee? Zit er weer op, hè? Zeker, maar in zit de auto kunnen we niet plassen. Kom even je jasje aan. Ze heeft helemaal geen luiers meer aan, hè? Ja, s'nachts, maar vanmorgen was het droog. Want het is nu dan, ja, gebeurt het. Tot de volgende keer, maar weer. Tot de volgende keer, maar weer. Maar straks als zij, als ik haar bed ga bij ons. Oké. Okay. We gaan naar het grote dan wil ik gaan proberen zonder luiers. Ja, ja, hoor. We zien ook in de dierenwereld heel veel als ze in de plek zitten waar ze thuis horen, waar ze het fijn hebben. Dat het dan goed is. Ja. Ja, en zo is het met mensen ook. Helaas denken mensen dat ze... Nou ja, naar de mensen is dat misschien ook wel zo. En hun eigen cultuur. En hun eigen religie. Wat ze daar floreren. Helemaal als het gaat om de geestelijke mens.
is dat toch totaal anders. Geestelijke mens groeit her dan. Ben je niet meer gelukkig in een cultuur of in een traditie of in een religie. Dan ga je ook zoeken hier. En dan ja, laat je heel veel dingen achter. En het zijn wel mensen die dat doen om in sectes te gaan. Of ze gaan ergens in Noorwegen wonen in een commune, weet ik veel. Maar Heer, u zegt mijn schapen horen naar mijn stem. En volgen mij. En wij zijn alleen maar thuis in uw lichaam. Ja. Hoe moeilijk de weg daar naartoe ook soms kan zijn. Maar wij zijn thuis bij u, hè? Ja. Nu zijn we geen schepen meer. Roelers op een oceaan die alle kanten opgeslagen worden door de golven. Maar we varen een vaste koers. Heer, we mogen dankbaar zijn om zoveel dingen dat we bij u horen. Ja. Heer, want bij u is bescherming en veiligheid. Opdat we niet dwalen en ja, allerlei verkeerde wegen opgaan en verkeerde besluiten en daar ook, dus ook de gevolgen van dragen. En bij u is liefde, Heer. En we, al zouden we verworpen worden door de hele wereld. Dan nog bent u daar voor ons. En houdt u van ons. En daar is altijd uw lichaam mee. Wat elkaar lief heeft. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dat u het bent die ons vasthoudt. En ons vergadert onder uw vleugelen. Dat u voor ons zorgt. Dat u ons geeft wat wij nodig hebben. En dat we altijd mogen putten uit uw onuitputtelijke liefde. Vanuit u, Heer, naar elkaar en naar de schepping. Dank u wel, Heer.